Welkom bij Sranantori, het programma dat je in een oogwenk op de hoogte brengt van de belangrijkste feiten en laatste informatie gepresenteerd in een tijdloos strakke stijl. Blijf bij ons voor een snelle, maar grondige update van de actualiteit. Volg ons via kanaal 12.3 en de Facebookpage van ATV. Voor de laatste korte updates, check de TikTokpagina van ATV. Snel, scherp, altijd bij de tijd, Sranantori. En we gaan praten met de heer Benny Miranda als er mogelijk een samenwerking is tussen de VHP en de NPS. Hoe hij daarnaar kijkt. Meneer Miranda, welkom. Hoe gaat het met u? Ja, alles prima. Alles lekker met mij. Ik hoop dat het ook goed gaat met jullie en met de ATV natuurlijk. Met mij gaat het goed. Ja. Ja, met mij gaat het ook prima. Meneer Miranda, de VHP-voorzitter gaf aan dat de partij geen moeite heeft om na 25 mei weer samen te werken met de NPS. Wat vindt u van deze uitspraak? Nou, dat vind ik een mooi gebaar, omdat gelet op de relatie tussen de VHP en de NPS, die hebben altijd heel goed samengewerkt. Dus sinds het front regering hebben zij heel goed formatie gevormd met elkaar. En een hele goede verstandhouding hebben met elkaar. En als we ook teruggaan naar de geschiedenis en kijken hoe de situatie was in het verleden en de relatie tussen de VHP en de NPS, dan kan ik alleen maar zeggen dat de partij open staat om met iedereen samen te werken. Ik denk dat dat heel goed is voor Suriname, dus samenwerken met een ieder. Oké, maar als we kijken dus naar de NPS-voorzitter, merken we dat hij dus niet duidelijk heeft aangegeven als er een mogelijke samenwerking komt met de VHP, dus tussen de NPS en de VHP. Hij is een beetje vaag hierover gebleven. Wat vindt u vast erop? Nou, kijk, dat hij een beetje vaag is, dat kan ik enigszins wel begrijpen. Want ik denk dat hij ook vanuit bepaalde oogmerken en ook vanuit zijn politieke strategie, kan hij dus nog niet duidelijk laten blijken wat zijn plannen zijn. Dat begrijp ik wel. Hè? Dus we zijn nu onderweg naar de verkiezingen. Dus dan is het niet zo dat men echt de kaarten bloot op tafel gaat leggen. Dus dat hij dus eigenlijk een beetje vaag over zijn besluit is en blijft, vind ik eigenlijk niet zo erg. Maar ik denk dat hij ook wel open staat voor een samenwerking met alle partijen. Ja. Daar de NPS uit de huidige coalitie is gestapt, vindt u dat de samenwerking tussen de VHP en de NPS, dat het gezond zou zijn? Nou kijk, uit de coalitie stappen, dat is natuurlijk een besluit die meneer Rusland destijds heeft genomen. En hij mag eruit stappen. Iedere partij mogen uit een formatie, uit een coalitieregering stappen als ze oneens worden over bepaalde dingen. Dus dat meneer op een gegeven moment, ja, vanwege ook bepaalde druk aan zijn kant, vond dat hij eruit moest gaan. Dat mag hij doen. Maar dat wil niet zeggen dat hij partijen uitsluit of dat hij in de toekomst niet meer met andere partijen zou willen werken. En gelet, zoals ik al eerder zei, gelet op de relatie tussen de VHP en de NPS, dan mag de NPS wel anders denken op het moment, tijdens het moment van uit de coalitie stappen. Maar dat geeft geen enkele garantie dat ze ruzie hebben, oftewel dat hij boos was of boos is op de VHP. Ja. Hij heeft dat enigszins, denk ik, gewoon gedaan om bepaalde gedragsvertoning vanuit de samenleving een beetje anders te doen blijken. Maar dat wil verder niks zeggen. Het is gewoon een politieke stunt. Okay. Ja. En als ik zou vragen, hoeveel zetels denkt u dat de VHP, evenals de NPS, zullen behalen met het nieuwe kiesstelsel in 2025? Ja, nou kijk, het is, de wijziging van de stelsel is helemaal niet zo moeilijk. Mevrouw Ezet natuurlijk, die heeft gerealiseerd dat het Hof, de CH, Constitutionele Hof, die heeft de artikelen 9 en 24 gewijzigd in de grondwet. Dat er dus, we krijgen een andere kiesstelsel, dus de gelijkheid waarde daarvan. Dus one vote, one stem, et cetera. En bepaalde gebieden in het binnenland, die zullen dan zeg maar ja, benadeeld worden in dat kader. En ik denk dat de partij VHP en de partij NPS het goed zullen doen, omdat zij eigenlijk meer gevestigd zijn op de gebieden die niet te veel zullen aangeraakt worden door de wijziging van het nieuwe stelsel. Oké. Vindt u dat de NPS is bevoordeeld met het nieuwe kiesstelsel en nu op meer zetels zal komen, gelet op het feit dat ze meer stemmen
dan de ABOP hadden en met het oude kiesstelsel dus minder zetels hadden behaald? Nou, kijk, ik denk dat de NPS, zoals ik al eerder zei, de NPS en de VAP en ook wel partijen als de NDP, dus partijen die zeg maar actief zijn in Wanica, dus in Paramaribo, die zullen denk ik er meer voordelen aan die wijzigingen hebben. En de partijen die actief zijn in het binnenland, bijvoorbeeld als we Marowijnen nemen, dus district Marowijnen. Marowijnen telt dus, dan hebben we over Mungo, Albina, Tapanaoni enzovoort. En alleen dat gebied van Kotika. Kotika telt ongeveer 24 dorpen. En dat gebied heeft slechts 3 zetels. En de NDP die kreeg 1 en de ABOP 2. Dus eigenlijk Marowijnen gebied tot Tapanaoni, Kotika hebben niet zoveel zetels. Dus de ABOP die kon ook niet zoveel daar behalen. En nu, bijvoorbeeld als we naar de wijziging gaan kijken, dan zal daar ook weer minderwaardig vastgesteld worden aangaande de zeteltelling. En ook voor bijvoorbeeld Brokopondo en Para en Koroni, die zullen ook allemaal getroffen worden. Dus de gebieden die zeg maar het meest zetels hebben, zoals Wanica, Paramaribo enzovoort, en waar de grootste partijen ook altijd actief zijn geweest, dus de NPS, de NDP, de VAP, die zullen denk ik niet veel geraakt worden door de wijzigingen van het stelsel. Okay, meneer Miranda, vindt u dat een stem uitbrengen op de NPS betekent stemmen voor de VHP? En ondersteunt u deze gedachte? Nou, dat is een hele goede vraag. Ik ben het daar niet mee eens. Omdat politiek wil niet zeggen dat wij gaan generaliseren of dat we met de vinger moeten gaan wijzen van nou ja, een stem op die is een stem op die of een stem voor die. Ik vind dat eigenlijk onzin, omdat we kijken niet naar partijen, we kijken naar het land Suriname. Dus een stem brengen op de VAP ofwel de NPS ofwel de NDP ofwel een andere partij, uiteindelijk gaan we samen moeten werken. We zijn maar een klein land en we hebben maar 51 zetels hebben we. Dus 51 stoelen in de DNA. Dat betekent om samen wetten te maken, dan moeten we al die zetels moeten we verdelen met elkaar. En ik kan niet zeggen dat die moet zoveel of die moet zoveel. Maar wat ik wel kan vaststellen is dat de VAP die moet heel veel zetels behalen. En heel veel zetels krijgen om het uiteindelijk toch meer te kunnen bepalen in het land. Want kijk, we moeten wel kijken, als we economisch gaan kijken, even richting de economie. Hè, als ik even een beetje mag afdwalen, dan weet ik nog dat enkele jaren terug, ongeveer 6 jaren terug, toen hadden we een redelijke Obiglow plafond, het leenplafond. En als we verder terug gaan, naar jaren 90, et cetera, nou dan zeggen sommige mensen van nou ja, de NPS die deden het heel goed. De regering, het front deed het heel goed. Dat klopt ook wel. En in vergelijking daarmee met de situatie van nu, sommige mensen zeggen de spullen zijn duur nu en de situatie is anders, et cetera. Maar ze vergeten dat wij toen een andere economische situatie hadden. Want wij kregen toen 1,5 miljard kregen wij aan ontwikkelingsgeld van Nederland. 1,5 miljard NF. En van die 1,5 miljard NF werd een halve miljard gebruikt aan andere doeleinden, et cetera, door de frontregering. Dus het was toen gemakkelijker om de conditie te kunnen conditioneren. Om dus zeg maar de economie stabiel te kunnen houden. Maar nu in deze periode vanaf 25 mei 2020, Nederland heeft ons eigenlijk een beetje voor de gek gehouden. Waardoor wij eigenlijk genoodzaakt zijn en was om het een beetje anders te doen. En het feit dat het een beetje versoberd is, waar NPS ook deel van was. Want al die wetten zijn niet allemaal alleen gemaakt door de VAP. Dus de nieuwe wijzigingen die doorgevoerd zijn, zijn niet allemaal gerealiseerd alleen door de VAP. Want dat vergeet heel veel mensen. We hebben ook de ABOP in de regering. En de NPS, die was ook in de regering. Dus al die wetten in de DNA. Want VHP kan geen wetten maken met 20 zetels alleen. Dat is onmogelijk. Dus de VHP die had hulp
heeft hulp nodig van andere partijen. Dus de NPS die heeft ook toen meegeholpen om heel veel wetten te realiseren. En het verzoberen, verzoberregime, om dus bepaalde dingen, prijzen te verhogen, kwam daardoor, we moeten toch wel geld ergens vandaan halen, toch? He, want dus de belastingen ook en bepaalde subsidies die ook zijn afgeschaft, ofwel in waarde verminderd, dat is allemaal bedoeld, die hebben allemaal oogmerken om gelden binnen te halen. Want waar moeten we anders geld vandaan halen? Dus u bent er niet mee eens dat, dus dat is eigenlijk wat ik uit uw woorden haal. U zegt, u bent niet eens met de stelling dat een stem voor de NPS een stem voor de VHP is. Nee, dat is niet waar. Kijk, we moeten kijken naar, we moeten zeggen, een stem, iemand die op de VHP stemt of op de NPS of op de NDP of op de BEP. Het is voor het volk bedoeld. Want uiteindelijk moeten we voor het volk werken. We gaan niet voor een partij werken. Want we hebben elkaar nodig. Als ik 2 stemmen heb en jij hebt 4 stemmen en hij heeft 10 stemmen. Nou ja, dan kan ik, als ik met mijn stemmen mijn doelen niet kan bereiken, dan moeten we gaan samenwerken. He, dus dat heet dus een regering vormen. En dan moeten we gaan overleggen met elkaar hoe we het samen kunnen doen. Dus we hebben elkaar nodig voor het volk. De mensen die zeggen een stem op de VHP is een stem op, voor een andere partij of zo, dat klopt niet, dat is niet waar. We hebben elkaar nodig en we moeten, die stemmen moeten we samenbrengen bij elkaar om een regering te kunnen vormen. He, en in, ja, wat we destijds meemaakten, dus dat de VHP samenwerkt met PL, met de ABOP, met NPS, is alleen om die formatie te kunnen formeren, te kunnen samenstellen. Hè? Dus dat is eigenlijk wat er gebeurd is. Oké, okay. Meneer Miranda, dank u wel dat u tijd heeft vrijgemaakt om met ons te praten vandaag. En we kunnen natuurlijk dit gesprek weer voeren na 25 mei 2025. Ja, nou dank je. Ja, leuk. Ja. Strand Antori, snel, scherp, altijd bij de tijd.